Hi iedereen, ik heb een review voor jullie. Dit keer is het de Max & More Make-up Nail Polish Remover. Dus nagellak remover van de Action. Wat ik kijk hoe ik kan zeggen. Hij is wel fijn, want ik zal hem even openmaken. Je kan er zo een wattenstaafje in doppen, want hier zo zijn een gat. Wat wel niet echt handig eraan is, is als je bijvoorbeeld met een wattenstaafje je nagellak eraf wil halen. Dan doet hij het bijna niet. En dan is je echt, ja, je wattenstaaf is te verknoeien. En voordat het pas je nagel eraf is. Dus ja, dat is wel wat minder fijn. En op een wattenschefje doet hij wel gewoon goed. Dus er zit 100 milliliter in. Ik kan niet veel zeggen, want ik heb hem pas voor één keer gebruikt. Ik vind hem op zich nog wel redelijk fijn. Ik heb hem eigenlijk ook gekocht omdat die andere van mij was op. En ik moest één hebben, dus die heb ik gewoon die gauw gepakt. Voor de rest vind ik wel fijn. Als je echt gewoon niks van wattenschijfjes in je huis hebt en alleen die wattenstaafjes, ben je wel even bezig met echt gewoon hard poelen. Maar voor de rest, ja, is het wel gewoon goed. En ben ik eigenlijk ook wel redelijk tevreden over. En als ik een ster moet geven, oké, het is niet dat ik zeg 4, 5 of zo. Ik zou meer zeggen 2,5 tot 3, 3,5. Dat is een beetje moeilijk te zeggen. Maar oké. En dit is eigenlijk.